ik vertrouw ze nooit. Nee. Die politici die altijd maar komen met zo'n geweldige maatschappelijk gemotiveerde agenda. En met een prachtige boodschap. En weet je wel, die vertrouw ik nooit. Nee, want dan denk ik, oh ja, zou je daar allemaal wel precies zo naar leven? Naar wat je allemaal zo predikt en zo beweert, hè? Ja, want wat zien we nu, vrienden? Jongetje Jette is klimatologisch vreemd gegaan, zeg maar. Ja. Die heeft gewoon de hele klimaatkneuzenbeweging gewoon in één keer een beetje verraden. En ja, dat lijkt een beetje op, zeg maar, de Bijbelbelt, weet je wel. De Veluwe, waar ze ook altijd allemaal heel zuinig en vroom kijken en heel veel bidden. En intussen doen ze het met de overbuurvrouw. Dat idee. Wat is er gebeurd? Die Jette, dat weten we, die heeft altijd maar keurig beweerd. We moeten minder vliegen. En we moeten meer de trein nemen. Want het klimaat en de CO2. En dan moeten we uitkijken. En dat verhaal heeft hij ons constant voorgehouden. En hij was ook een voorstander voor de vliegtax, weet je nog? Ja, want dan zouden de mensen minder gaan vliegen. En nu is hij natuurlijk allemaal bezig ook met maatregelen tegen Schiphol. Ja, want dan moet minder gevlogen worden. En daar heeft de KLM last van. En Schiphol en iedereen boos. Nou, en wat hebben we nou? We hebben een boze piloot. Ja. En die heeft even Jette heel erg in de schijnwerpers gezet. Ja, van het vreemdgaan. Ja, want dat komt altijd uit, hè. Dat weten we. Ja, vreemdgangers weten dat. Het komt altijd uit. En in dit geval ook. Want wat heeft Jette gedaan? Die is in een regeringsvliegtuig, weet je wel, is hij meegegaan van Amsterdam naar Groningen. Je gaat vliegen. Ha, dat is iets van 150 kilometer of zo. En 19 minuten. Ha, niet met de trein hoor. Nee, is gaan vliegen. Dus die piloot, ene Nout Rutte. Ja, die is boos geworden. En die heeft dat eventjes opgeschreven. En die heeft gezegd, wij moeten gewoon het regeringsvliegtuig niet meer gaan bemannen. Laat ze de kleren krijgen. Ja, hij zegt, want die mensen die allemaal nu bezig zijn tegen Schiphol en tegen de KLM, die vliegen gewoon zelf wel in de rondte en dan vliegen ze naar Groningen toe. En dan is er kennelijk geen probleem met de CO2. Dus jongetje Jette, ja, die is betrapt. Ja, dat is het. Kijk jongetje Jette, het is heel erg simpel. Of jij gaat vanaf nu alleen nog maar met de trein, met de fiets en lopen. En er wordt niet meer gevlogen. Of je houdt je kop dicht.